Wij lopen lekker buiten. Het is even droog, het is niet heel warm. Ik zie opeens in mijn schermpje. Hey! Goedemorgen, mama. Goedemorgen. Kijk eens wie ik bij me heb. Jezelf? Nee. Wie dan? De camera? Nee, de mensen die de vlog kijken. Oh, hallo mensen. Goedemorgen. Zo, dat is wakker worden. Oh, jeetje. Oh, kijk een kusje. Goedemorgen, kus. Hallo, liefie. Beste momentjes, knuffelen met jou. Mag ik ook onderzoek, ik want dat is eigenlijk. Tuurlijk. Ah, oh, kijk hoe lief. Zij heeft de tafel voor ons gedekt. De thee heb ik er maar bij gezet. Maar we hebben er een ontbijtje. Marco is al weg. Het is ontbijtje gezellig met z'n tweetjes. Ik ben aangekleed en opgemaakt. Ik maar even in een knotje, want ik moet graag wassen. Blues van Warehouse, Broek Mango en Guess Sneaker Wedges. En we gaan de deur uit. Wij zijn onderweg naar Denise. Wat zeg je? Oh. En we wilden gaan wandelen, maar het regent elke keer. Sarah zal op de skates nu mee daarheen. En we gaan gewoon even kijken. Als het lekker blijft, dan gaan we wandelen. En anders gaan we gewoon binnen even hangen. Ik hoop echt dat het lekker blijft. Een skatekampioen. Helemaal ingepakt in beschermers. En ik heb ook nog een jas bij me, of als het nodig is. Goed hoor. Denise is helemaal aan het koken. Die is kipraak gewoon aan het maken. En ik heb zo'n honger, omdat ik het ruik. Echt niet normaal. Ik heb altijd honger. Sorry. Ja, not sorry. Jouw schuld. Sorry, jouw schuld. Wij lopen lekker buiten. Het is even droog. Het is niet heel warm. Ik zie opeens in mijn schermpje. Hey! Meiden zijn lekker aan het skaten voor ons. En ik vind het wel lekker om even lekker buiten te lopen. Is dat wel? Ja. Dus ik heb ook echt, moet ik zeggen, de afgelopen maanden meer gewandeld dan denk ik in de 10 jaar ervoor. Mijn stappenteller is helemaal volgeslagen. Ja. Echt, ja, je moet iets. En ik wil wel, maar ja, het kan allemaal niet. Ah, kijk, een zwaan met jongen. Ah, kijk, hoe schattig. Zo, ah, ze zijn zo donzig. Zijn er 6 van mij? Zes uit Ja. Zo leuk dit. Het is ook altijd een wens van mij geweest. Oh, de 5 zijn er. Zijn er 5. Kijk hoe lief. Deze zien we ook. En willen ze meenemen, maar dat mag niet, want dan gaan ze dood. 6. 1, 2, 3, 4, 6. Oh, kijk hoe cute. Er zijn er 6. Nee, 7. Het zijn ook echt van die kleine bewegende pluisbolletjes. Ja. Het zijn er 8. Het zijn er 8. Nee, nou weet ik nee niet het zijn er 8. 1, 2, 3. Ah, kijk nou, liefst. Het zijn er 8. Ja, ik zie er 7. Hier 3 en daar 4. Nee, 8. Nee, 7. 8. Ik zie daar nog eentje zitten. Ja, ik zie hem niet, maar het is zo schattig. Ik wil er eentje pakken. Oh, kijk hoe lekker. Mijn beeld heeft trouwens echt een vage kleur. Volgens mij zit er een haarfilter op. Maar goed, toetje bij Denise. Zo lekker en dus allemaal vruchtenyoghurt. Met aardbeidjes. Ja, en nu heb ik weer normale kleuren. Kijk. Wat normale kleuren? Nou, mijn beeld was net heel oranje. Ik weet niet waarom. We zijn weer thuis en Sarah ligt op bed. Marco is aan het klussen, dus die is pas laat thuis. En ik zit te editen en echt, dit is zo erg. Het valt normaal niet zo op, maar dan zie ik opeens denk, oh, mijn uitgroei is zo verschrikkelijk erg. We moeten echt wat aan doen. Het is niet heel scherp in beeld zo, maar oh. En ik had wel gezien dat het erg was, maar niet dat het zo erg was. En echt, nou, dus ik moet even kijken. Ik had wel verf gehaald.
nog voor de kappers open gingen. Maar het is echt wachten. Mijn haar zit trouwens echt niet meer, want die knot is helemaal uitgezakt. Maar goed, ja, al die rare regeltjes bij de kapper. Dus ik heb die verf toch nog liggen. Ik denk dat ik dat misschien dinsdag dan even doe als Sarah op school is. Want ik moet ook echt wassen, maar daar heb ik geen zin in. Maar zo, als ik zelf zo kijk, zeg maar van deze hoek, dan zie ik het niet zo heel erg. Weet je, dan valt het niet op. Maar dan zie ik dit en denk ik, oh, het is echt verschrikkelijk gewoon. Maar het is natuurlijk ook meer van achter dan licht. Maar niet op een goede manier. Het is gewoon verschrikkelijk, echt. Bah. Zo irritant, en mijn scherm is weer donker, ik heb de hik. En ik kan vertellen, ik vind de hik hebben altijd een beetje eng. En dat komt echt door die verhalen dat mensen dan de hik krijgen en er dan echt 10 jaar niet vanaf komen. En dat lijkt me zo irritant. En dus ik heb altijd zoiets, oh, daar gebeurt mij dat. Dat is echt iets wat mij zou gebeuren. En iedereen die mij echt goed kent, die weet ook dat zou echt een ding voor mij zijn. Dat mij dat dus overkomt. Dus ik ga thee zetten. Ik ga even heel rustig op de bank zitten. En hopen dat die snel overgaat. Want dat werkt nog steeds het allerbeste. Ik heb echt lang de hik niet meer gehad. Trouwens. Ik weet ook echt niet hoe ik er zomaar opeens aan kom. Echt vaag. Ik heb vandaag wel aardig mijn stappen gelopen. Alleen moet ik echt nog gaan onthouden om een telefoon vaker bij me te dragen. Dan klopt het gewoon veel beter. En donderdag, als Sarah op school zit, dan zit Lola ook op school. Dus dan gaan Denise en ik gewoon even flink wandelen en helemaal aan onze stappen komen. En ik heb er ook echt wel zin in, want dan heb je gewoon even iets te doen buiten de deur, behalve boodschappen doen of iets halen in de winkel. Dus ja, en als het goed is, is donderdag ook echt lekker weer. Dus helemaal top. Het is alweer veel te laat en ik ben weer lekker oranje. Maar goed, ik heb in ieder geval licht in beeld. Ik wil nog wel even de vlog afsluiten. Ik ga lekker mijn bedje in. Vergeet niet een duimpje achter te laten en een leuke reactie. En ben je niet geabonneerd, klik je even op abonneren. Vind ik helemaal leuk. En dan hoop ik je natuurlijk morgen weer te zien. Doei doei!